Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending op de donderdagmiddag in de JMA-groep. En we gaan vanmiddag weer gezellig aan het knutselen, even een kerstkaartje maken. Wat het precies gaat worden, geen idee. Ik ben echt totaal inspiratieloos eigenlijk. Ik heb een paar dingen voor mijn neus liggen. En of het wat gaat worden, nou ja, ik hoop het. Meestal als ik eenmaal ga zitten, dan komt de inspiratie wel. Maar ik had al verschillende dingen klaargelegd. En het werd hem allemaal net niet. En ik heb gewoon straks ook even jullie hulp nodig om wat keuzes te maken van wat het gaat worden. Ik had ook wat voorbereid en dat project daar werd gewoon veel en veel te groot voor deze live-uitzending. En ik denk net van ja, loslaten. Ik kan wel verder gaan zitten brainstormen. Het wordt hem gewoon niet. Ik ga gewoon met de billen bloot en we gaan het gewoon echt helemaal, ja, vanuit het niets nu doen. Ik heb twee opties waar jullie uit kunnen kiezen. Of we gaan proberen om van deze kaart iets te maken en dan wilde ik ja, een soort halve acetatekaart maken en dan wilde ik hier wat mee doen. Daar heb ik een hoekje uitgestanst en ja, wat het verder moet worden, weet ik nog niet. Dus of we kunnen deze gaan maken. Of ik dacht net, dat zag ik zojuist nog. Misschien is het ook wel leuk om een cadeauverpakking te maken. Ik zag nog van die leuke kraftenveloppen. En daar zouden we ook een leuke verpakking van kunnen maken. Dat we daar straks een of een label weer insteken. En dan kunnen we zeggen van we doen hier een cadeautje in en dan hier een cadeautje in. En dat we dat een beetje op JMA-stijl gaan aankleden. Dus zeg maar wat jullie het leukst vinden. Ik neig zelf nu een klein beetje naar deze, naar een leuke cadeauverpakking. En dan kunnen we nog kijken of we er een cadeauverpakking van maken rechtop of dat we hem zo maken. Dus laat me even weten. Ik zit deze kaart, ja, een soortgelijk heb ik al gemaakt. Of wat ik ook kan doen, dat we eerst met de zakjes beginnen. En als er nou wat tijd overblijft, dan kunnen we die kaart misschien nog afmaken. Weet je, zullen we dat maar gewoon doen. En gaan we hem zo recht maken of gaan we hem op deze stijl doen? We kunnen hem ook zo doen. Want dan kan hier nog weer wat achter. We gaan hem op deze manier doen. Dan kunnen we namelijk hier wat in gaan stoppen. Dan kunnen we deze als pocket op gaan plakken. En we kunnen deze nog wat gaan doen. We gaan het zo doen. Dan hebben we daar natuurlijk designpapier voor nodig. Even kijken. Past dit restantje? Nee. Nou, dan pakken we gewoon ons paperpad erbij. Even kijken, welk papier gaan we pakken? Oh, ik zie dat ik hem twee keer hier heb liggen. Dat is natuurlijk een beetje te veel van het goede. Even kijken, op de achterkant wil ik dan niet te druk hebben. Daar moet een. Even kijken, ik denk dat dit gedeelte wel leuk is op de achterkant. Of de onderste, zeg maar. Dan komt deze daar weer overheen. Of gaan we deze doen? Dit warm. Niet langer zoeken. Dan gaan we even meten hoe groot dat is. Dus we gaan vanmiddag gewoon echt mindful bezig. Ik hoop dat mijn inspiratie vanzelf komt. Meestal als je gaat zitten, wordt het wel wat. 12 centimeter hoog en 19 breed. Dus dan moet ik 11,5 bij 18,5 hebben. 11,5 hoog.
18,5. Daarvoor is onze papiersnijder ideaal. Dus dit gaat zo op de basis komen. Dan gaat deze hier aan de zijkant komen. En daar kunnen we dan ook weer leuk design op gaan doen. Even kijken, die is 6,5 bij 10,5. Dus dan moeten we 6 bij 10 hebben. Even kijken wat voor design daar weer leuk bij zal passen. Alhoewel, we hoeven hem natuurlijk ook niet helemaal te beplakken, hè? Het is ook wel leuk als dat kraf nog een stukje zichtbaar blijft. We gaan eens even kijken. Ik heb hier nog een restantje van dit scrappapier. Die zou op zich wel leuk zijn, of er zou iets donkerders nog op kunnen. We hebben gewoon veel te veel leuk papier. En dan is het gewoon soms keuzestress. Zullen we deze er gewoon op gaan plakken? Laten we dat maar doen. Dan moet ik even weer meten. Ik ben het alweer kwijt. 6 bij 9,5 ga ik doen. Dus 6 centimeter bij 9,5. Dat gaat op ons labeltje komen en dan komt deze daar als sluiting weer overheen. Hoe we die vast gaan maken, dat bedenk ik straks nog eventjes. Misschien met een lintje of dat we er een paperclipje op gaan doen. Hij kan ook iets verder die kant op. Dan kunnen we hier nog een leuk kantje weer onder gaan plakken. Ik ga gewoon gelijk even ondertussen kijken voor de decoratie hoe alles erop gaat komen. Kijk, als we die daaronder plakken. Dat is wel weer leuk. Dan komt hier een opening dat daar een label achter gaat komen. De label kan dan ongeveer 10 centimeter worden, 10 of 11 centimeter bij, oh wacht, misschien heb ik, ik heb hier nog labels liggen van ECD. Dit leuke setje. Wellicht passen die er weer heel mooi achter. Dan scheelt het alweer dat we een label uit moeten meten. Moet hij heel iets die kant op? Nee, die vind ik te groot worden. Een maatje kleiner. Kijk, die kan daar dan weer mooi op met een leuk designpapiertje eventueel. Even spieken welke label er dan, welke kleurlabel. Want ik ga bij deze label, ga ik dus de label zelf ga ik uit het design stansen. En dan ga ik hem, de buitenrand ga ik natekenen weer op kraft. Zodat hij weer mooi gemat gaat worden.
En ik denk dat dit gedeelte van de label, of juist dit gedeelte gaan we gebruiken. Die gaan we er weer in plakken. Die ga ik eventjes door de stansmachine halen. Kijk, die label komt daar weer mooi achter en daar komt dan straks nog of kraft onder. Of we kunnen natuurlijk ook zeggen van we pakken de mooie bruine kleur van deze label. Dat kan, of dit papier uit het mixed paper pad. Dat bruine is misschien ook wel heel erg mooi. En als je dan een mat laagje wil, dan wat ik dan vaak doe is dan gewoon eventjes mijn malletje weer op het papier leggen. En bij deze zou je het natuurlijk ook kunnen snijden. En dit knip je eventjes uit. Dan heb je gewoon je matlaagje net ietsjes groter. Dan moet ik even kijken dat mijn schaduw goed valt, want anders dan zie ik niet waar ik knip. Als het goed is, zou die nu net ietsjes groter moeten zijn. Dan valt de label net iets meer op dan als je geen kleurtje eronder hebt. Nu hebben we natuurlijk dit gaatje hebben we er niet meer in zitten. Maar dat vind ik op zich niet zo heel erg. Ik ga daar toch geen touwtje doorheen maken. En anders dan snij ik hem er straks gewoon even uit. Dat kan ook nog. Ik had ook nog van Studio Light, die had ik al uitgestanst. Een hele mooie doily. En die ga ik op de achtergrond plakken. En dan schuif deze er straks overheen. Aan deze kant kwam het lintje, had ik gezegd. Of het kantje. Wat gaan we dan nog meer doen? We hebben nog een leuke postkaart. Die kan straks ook nog mooi achter deze gestoken worden. Daar kunnen we ook nog een kleine versiering op doen. Dan kunnen we hier nog iets ter decoratie op doen. En eventueel kijken waar we mee gaan sluiten. En misschien als ik het kan vinden. Is een grote paperclip wel een keer leuk. Die paperclip kunnen we dan nog weer een decoratie aan gaan hangen. En dan kunnen we ook deze natuurlijk met een paperclip gaan sluiten. Daar kan dan een decoratie aan die kant aangehangen worden. En dan moeten we nog wat verzinnen voor de verdere aankleding. Nou, we gaan gewoon deze basis in elkaar plakken. En dan gaan we gaandeweg gewoon weer verder kijken wat er dan nog bij komt. Het zal vast wel wat worden. We hebben nog wel wat plaatjes in ons elementenboekje zitten. We kunnen er nog kerstbloemetjes bij doen. Er kan nog een lintje bij. Als we de basis maar klaar hebben. Oh, dankjewel Linda. Ja, ik heb lekker roze aan. Daar word je altijd zo lekker vrolijk van. Tenminste, daar had ik vanmorgen zin in. Wat je bij deze natuurlijk ook kan doen, hè. Je kan
dit ook eventjes natekenen. En het dan eventjes nog netjes uitknippen of uitsnijden. Ik pak er nu gewoon even het schaartje bij. Dan kunnen we straks zo'n enforcer eroverheen doen. En dan zie je ook nooit of je nou heel netjes hebt gesneden of geknipt of niet. Gaan we zo eens eerst eventjes weer met de gesso aan de slag. De basis weer wit maken. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je gewoon, dan wil je gaan knutselen. En juist op die momenten, dan is gewoon de inspiratie. Of ja, ik had gewoon iets te drukke dag. En het kwam me eigenlijk niet zo heel goed uit. En ik had net zoiets van, ja, wat doe ik? Ik denk, ik ga toch gewoon lekker live. En we zien het gewoon. Omdat ik nog mega veel projecten ook van andere lives af wil maken. En dat had ik eigenlijk in mijn kop gehad. Dat ik die eerst af wilde hebben. En dat was me niet gelukt. En dan heb je gewoon soms in één keer een blokkade. Dat je denkt van, help, nu moet ik weer wat nieuws gaan maken. Want ja, die andere spulletjes, dat kwam voor deze live dan ook weer niet uit. Om te zeggen van, nou weet je, ik plan een andere live in en ik ga het nu tijdens de live afmaken. Dat kwam gewoon qua materiaalkeuze niet uit. Dus ik denk, nou ja, weet je, we gaan het gewoon proberen. En heb ik het niet helemaal af, ook geen probleem, maken we het gewoon later af. Dan hebben we in ieder geval weer een lekker een uurtje. En dan zijn we gewoon, hebben we toch in ieder geval iets gedaan. Het kan best zijn dat als ik er nu straks eenmaal in zit, dat je dat gewoon in één keer, dat het wel weer komt, hè. Dan is het soms ook gewoon dat, ja, nu zit je en dan moet je gewoon door. En dan wil het op de een of andere manier. En als je van tevoren dingen bedenkt, ja, dan denk je van, dan denk je vaak veel te moeilijk. Dan wil je graag een simpele creatie maken. En ja, ik ken simpel. Dat past niet bij elkaar. Nou, de zakjes ga ik ook gewoon een klein beetje voorzien van gesso. Ook deze. Nou ja, december is altijd een feestmaand. Dus ja, dan kun je natuurlijk altijd van die leuke cadeautjes weg gaan geven. En dan is het natuurlijk wel superleuk om ze eventjes gewoon, ja, leuk te verpakken. Je kan straks mooie cadeaubon in of, ja, wat kan er niet in? Dat kunnen we beter vragen. Mijn lijn. We gaan gewoon de onderkant vastplakken. Ja, klopt. Soms heb je gewoon inderdaad veel te veel ideetjes. En dan blokkeer je inderdaad. Dat gebeurt hier ook wel regelmatig. Dat ik denk van, oh ja, gisteren was ik gewoon met totaal wat anders bezig. En dan moet je gewoon in één keer weer omschakelen. Ik had eigenlijk in mijn hoofd om nog wat meer te gaan maken met dat mooie papier van Maya Design. En ja, ik was aan de beurt in de JMA groep. En dan moet je gewoon even omschakelen. En dan is het soms gewoon dat je denkt van, ja, je hoofd zit dan ergens anders, zeg maar. Deze gaat hierop komen. En die heb ik bovenaan, heb ik die een beetje iets korter gemaakt. Omdat die hier ook schuin afloopt. Nou, daar komt deze straks overheen. Daar kunnen we eventueel nog wat op gaan stempelen als we dat willen. Deze gaan we ook op elkaar plakken. En ik vind sowieso de decembermaand, ja, dat is altijd zo'n drukke maand. En dan, ja, eigenlijk word je al bijna geleefd. En om dan gewoon echt
creatief bezig te gaan. Ik vind dat vaak een lastige maand. Ik ben dan ook eigenlijk al zo ongeveer klaar met de kerstkaarten. En dan is het net alsof je een soort blokkade krijgt van, ja, wat ga je nu eerst doen? Ik denk dat we deze hier achter gaan doen. Deze komt trouwens uit de Arctic Winter collectie van Studio Light. Dus dat is geen JMA standje. Ik pak nu gewoon ook even een paar andere dingen erbij. De label is van Elisabeth Craft Design. Ik zal na die tijd nog even alle producten wel gaan linken. Ik wist dus gewoon echt nog niet wat ik zou gaan maken. Dus. Dat komt nog. Deze ga ik een beetje hier in het midden vastplakken. Die puntjes kan ik eventueel straks ook nog wel verder vastplakken. Even kijken, die ging daar komen. Deze ging ik als pocket opplakken, had ik gezegd. En ik ga daarvoor pakken het 5 mm foam tape van Studio Light. En ik ga er nu dus foam tape achter doen, zodat die label ook ietsjes dikker kan worden. Dan schuift dat gewoon net iets makkelijker dan als je het alleen met dubbelzijdig tape doet. Want dan zit het gewoon echt plat op de kaart natuurlijk. En nu heb je net iets meer schuifruimte voor de label. Even kijken, dan kan ik deze. Dan moet ik deze ook zo gaan sluiten met de paperclip. Want anders dan kom ik niet uit aan de bovenkant. Maar dat kan, dat is geen probleem. Dan ga ik even denken of ik het kantje onder mijn creatie ga doen of er overheen. Ik vind de overheen leuker. Dat gaan we doen. Dus dan kan deze vast. Zo. Die komt daar. Dan gaan we deze er maar gelijk vast opplakken. Ik doe hem tot onderaan. En dan ga ik daar overheen, denk ik, wat leuk van dat parelsnoer nog plakken. Maar dat moeten we straks nog even bekijken. Ik heb het wel inmiddels weer op voorraad in huis. Ik had het op. Maar het is er weer. Even zorgen dat ik hier dus precies tot aan de bovenkant van die envelop kom. Want anders gaat dat niet passen. Er kan daar straks mooi een leuk tekstje misschien nog op. Die komt daar. Er komt daar zo'n labeltje uit. En die label komt daaruit. In dit setje zitten ook nog van die leuke tags. En die, ja, rondjes om erop te doen. Welke gaan we erop doen? Als we deze nou eens gewoon in het bruin bovenop doen. Ik denk dat dat wel leuk is.
kan natuurlijk ook nog een filmstripje op. Die zie ik ook nog in mijn ooghoek liggen. Kijk, dit is wel weer heel erg leuk voor de afwerking. En dan kan daar ons lint van de JMA natuurlijk weer heel goed op. En op deze label kunnen we straks nog een leuk plaatje plakken. Of we gaan er gewoon alleen een tekstje op doen. Ik ga nog eens even kijken. Dit wordt in ieder geval al wel ontzettend leuk. Ik ben nog aan het brainstormen voor de rest. Even kijken, ik had gezegd een filmstripje. Dat filmstripje kunnen we dan vanuit hier en dan kan daar een leuke decoratie komen. Filmstripje gaan we dan in, even kijken, misschien wel die donkerblauwe kleur doen. Ja, dat is wel leuk. Ik neem jullie gewoon een beetje mee in mijn denkproces deze middag. Ik doe er bij de filmstrip even een shimmatje bij tussen. Dan heeft hij net iets meer druk, dan stamt hij net wat fijner uit. Nou, die filmstrip die blijft altijd in het papier zitten. Maar die kunnen natuurlijk heel makkelijk eruit halen. Dan kun je in het papier zitten, dan bedoel ik... Er zitten geen uiteindes aan, want daardoor kun je hem verlengen zolang als jij zelf wilt. En je kunt hem natuurlijk ook korter maken, want ik vind dit natuurlijk veel te groot. Dat filmstripje ga ik in twee stukjes maken. Dan komt daar zometeen nog een leuk bloementoefje bij op. Wat kan er nog meer op? Ik heb ook nog wel een leuk vintage plaatje. Maar dat wordt te veel. Dat vintage plaatje is op zich wel weer leuk op deze label. En dan een klein ijskristalletje erbij naast. En dan meer hoef je niet te doen. Leuk tekstje. Maar misschien heb ik daar nog net een iets kleinere voor. Ik wilde eigenlijk net een iets kleiner plaatje bij hebben. Hier komt dan een tekst op. Ik ga even een kleiner plaatje erbij zoeken. Ja, die filmstrip die blijf ik leuk vinden. Die gebruik ik ook echt heel veel. Die is misschien weer net iets te klein. Nou, we gaan het gewoon proberen. Wat zullen we doen? Zullen we er deze keer hier ter decoratie van die die-cut plaatjes op doen? Of gaan we er een bloementoefje op maken? Zullen we hier nou nog een klein plaatje... Oh, we gaan hier zo'n ander ijskristalletje onder doen. Die van de Arctic Winter, die had namelijk twee ijskristalletjes erbij in zitten. En als we die er nou eens onder doen... gaan we daarvoor weer het mooie glitterfoam gebruiken.
En dat is het foam van Spellbinders. Dat is 2 mm foam en dan ligt het er gewoon net ietsjes dikker erbovenop. Het ziet er gewoon super gaaf uit. Kijk, dit is toch tof. Dan kan daar mooi zo'n ijskristal achter. Dan kan ook op de voorkant nog zo'n mooi ijskristal. Even deze extra stukjes eruit halen. Je kunt hier niet zo makkelijk met dat borsteltje overheen, omdat dit dat 2 mm foam is. Dus dan ben je wel even iets langer bezig om dit eruit te pielen allemaal. Maar ja, goed. Houd ons lekker van de straat, zegt ze dan. Even te kijken wat leuker is. Of dat we eentje doen en deze op de voorkant gaan doen. We gaan deze hier op de voorkant doen. Dan klomt hier nog een klein bloementoefje. Dan doen we dat plaatje niet op de voorkant. Dan ga ik deze ijskristal nog even een keer weer uitstansen. Want ik wilde hier ook nog eentje onder hebben. Even kijken, waar had ik nou mijn schaartje? Die komt daar dan weer tussen. Dan denk ik dat we op de label maar niet zo heel veel nog verder moeten doen. Zometeen onze lintjes er even aanmaken. En ik denk dat we daarvoor de lintjes uit de JMA-collectie maar weer gaan gebruiken. Eventueel zouden we ook nog een kantje hierop kunnen doen. Kijk, en dan kan hier nog een klein stukje designpapier weer achter. Kan gewoon een restantstrookje zijn. Mag ietsjes breder zijn misschien als ik dat nog heb. Nee, nou weet je, dit is ook wel breed genoeg. Gaan we een beetje scheuren. Dat moet op deze hoogte komen. Dat komt daar weer tussen. En ik ga het toch anders doen. Ja, sorry, als ik eenmaal bezig ben, dan bedenk ik gewoon van alles en nog wat weer. Hier komt toch het kantje nog weer bij. Deze komt daar aan de zijkant. En dan doen we één ijskristalletje. Dan kunnen we er straks nog een leuk klein konijntje of iets dergelijks nog weer bij doen. Die komt dan nog weer voor het plaatje. Dus één ijskristal kwam erop, één stukje papier. Ja, het is toch zonde om dat papier in de prullenbak te gooien, hè? Dat doen we niet.
Ja, als je eenmaal gaat zitten, dan komen de ideetjes inderdaad meestal vanzelf wel weer, Linda. Maar ja, liefst zeker voor zo'n live, ja, dan wil je gewoon de dingen graag klaar hebben liggen en een beetje de materialen ook in de buurt hebben liggen. Dat is gewoon makkelijker. Ik heb nu gewoon, ja, dat ik denk van, oh ja, dit had er nog wel leuk bij gekund, dat had er wel leuk bij gekund, maar dat heb ik dan niet in de buurt liggen. En als je het voorbereidt, dan is dat voor jezelf iets meer een, ja, een zekerheid van, oh ja, ik heb alles toch wel klaar liggen. Maar ja, goed, soms moet je het er gewoon mee nemen dat dat niet lukt. Deze gaan we hier bovenaan vastplakken. Dan ga ik bij deze hier onderaan nog even een stukje foamtape erachter doen. Want dan weet ik zeker dat hij daar goed vast blijft zitten. Ik kijk even in mijn elementenboekje. Want als het goed is, zit daar ook nog een postzegeltje of iets dergelijks in. En dat is wel leuk om die daar dan nog bij te plakken. Kijk. Er zit zo'n 25 december zegeltje bij. En die plakken we er nog weer bij. Weet je het zeker, Janine? Ik eigenlijk niet. Ik ga dat niet doen. Even te spieken of er nog iets anders is wat eronder kan. En anders kan er altijd nog helemaal niks onder. Misschien dat deze cirkel leuk is. We gaan even proberen. En anders, als die ook niet leuk is, dan doen we er verder niks op. Dan laten we het gewoon, dan maken we de lintjes aan. Dus een soort ijskristalletje. Is ook leuk om daar weer glossy accents op te doen. Dan krijg je meer zo'n enamel dotje. Kijk, dit vind ik dan leuker. Dan heb je gewoon nog een klein beetje extra decoratie. En verder doen we dan niet. Dan komt die daar. Hier moest een stukje van 2 mm foam op, zodat hij niet te dik in de achtergrond komt, of te diep op de achtergrond. En dan plakken we die aan de andere kant gewoon met de lijm weer vast op ons ijskristalletje. Ik doe hem gewoon recht. Dat is toch helemaal leuk. Een paar plakbareltjes erop. En hartstikke idee, klaar is de label. Nou, die label die kan je natuurlijk ook gewoon zo al cadeau doen of aan een cadeautje hangen. Is natuurlijk ook leuk. Nou ja, bij ons komt hij uiteraard weer op ons andere project. Het is een onderdeel van. Zo.
Even kijken. Daaraan gingen wij nog de lintjes maken. Ik denk dat we gaan voor de gouden en de witte. Die gaan we gewoon beide pakken. En dan gaan we er een wit en een jute touwtje omheen wikkelen. Oh, de witte is op. Dus het wordt alleen een jute touwtje. Moet ik eventjes eruit halen, want die kwam er nu niet goed uit. Nou, blijkbaar heb ik het witte touw dus goed gebruikt, want die is op. Nou ja, en dit is ook niet mijn eerste setje, als ik heel eerlijk ben. Dus ik heb dit lint echt al wel heel veel gebruikt. Maar dat is ook de bedoeling. Als je het in de kast laat liggen, is het ook zonde, toch? Dus deze gaan we even strikken. Nou, wat ik altijd dus doe, is mijn lintjes even dubbel. En dan kan je mooi zo'n, ja, zal ik het zeggen, zo'n driehoekje erin knippen. Dan zijn ze aan beide kanten gelijk. Ja, lint is nog wel verkrijgbaar. Er zijn een aantal dingen uit de Vintage Christmas collectie nu uitverkocht bij de groothandels. En wat onder andere uitverkocht is, dat zijn de, dat is het acetate. De Nederlandse teksten zijn uitverkocht. Het paperpad is uitverkocht, 114. En de andere dingen zijn geloof ik ook allemaal bijna op. Dus wil je nog wat aanschaffen, wacht dan niet te lang. Die gaan we daarvoor steken. Deze komt daar. Deze gaan we ook nog eventjes een beetje wit maken. Nou, ik laat die kleine stukjes er vaak wel in zitten. Ik vind dat op zich niet erg. Ik vind dat wel leuk staan. Daaraan of ik kan beter zeggen daaronder denk ik dat ik dan ook het lint nog weer ga gebruiken. Ik doe nu gewoon een dubbelstrikje van bruin en het witte organza lint. Dan komt daar denk ik een beetje van dat sisal nog bij onder. Even spieken. Dat is die. En die. Dan komt daar een beetje sisal onder, dat ijskristalletje. Ja, die wil ik toch daar wel heel graag hebben. Even kijken. Even te spieken voor wat decoratie.
Want ik vermoed dat ik het deze keer niet ga redden om helemaal een poinsettia erbij te maken. Misschien is een keer een hulstkransje ook wel heel erg leuk. Die heb ik nog kant-en klaar liggen van Prima Marketing is dat. Dat is van vorig jaar nog. Ik heb nog een leuk wit takje. En dat komt ergens, ja, volgens mij van de Xenos of zoiets dergelijks. En we kunnen ook wel een keer gewoon roosjes erop doen. We hebben van JMA ook gewoon roosjes. Hele mooie blauwe. En we hebben nogal wat bruine roosjes. We moeten nog één lichtblauwe erbij hebben. Kijk, dan gaan we gewoon deze keer wat zo een leuk toefje maken van wat hulsttakjes en dergelijke. Dat komt hier ietsjes naar beneden. En dan ga ik de hulst naar die kant doen, zodat de ijskristal daar nog zichtbaar blijft. Ik ben toch nog aan het brainstormen. Ik vind het toch nog niet helemaal wat ik voor ogen had, zeg maar. Ik vind dit wel ontzettend leuk. Die strikjes ook. En ik vermoed dat ik gewoon zelf toch maar een leuke poinsettia ga maken. En dat ik er toch een witte poinsettia tussen maak in plaats van roosjes. Dat vind ik leuker. Hier komt ook nog een paperclip. Nou weet je, ik weet ook niet. Het is al redelijk aan de tijd. Ik merk gewoon aan mijzelf dat ik gewoon nu ook een beetje vast ga lopen op de inspiratie voor de definitieve afwerking. Ik heb gewoon niet genoeg spulletjes in de buurt liggen waar ik deze gewoon naar mijn zin mee af kan maken. Hij is gewoon al redelijk ver af. Maar wat ik nog wil gaan doen is toch nog iets van decoratie hier aan de zijkant. Dat ik hier wat aan mijn paperclip ga maken. Ook aan deze paperclip wil ik nog wat gaan maken. En ik weet nog niet zeker of ik deze extra erachter steek. Of dat ik alleen deze zo laat. Dus ik ga het nog eventjes. Ik zie wel dat ik deze even iets verder vast moet plakken. Ik ga dus nog eventjes op mijn gemakje verder afmaken. Maar de grootste basis is dus gewoon al klaar. En dan heb je gewoon een idee wat je dus met deze cadeauverpakking kunt doen. Hier kan dus ook nog weer een leuk cadeaukaartje achter. Kan nog een leuk tekstje op voor een met een kerstwens of iets dergelijks. Ik moet dit gewoon nu eventjes loslaten, even laten bezinken van wat er nog verbij komt. En dan zien jullie hem gewoon binnenkort even in de live. In ieder geval voor nu bedankt voor het meekijken. En sorry dat het dus een keer ietsjes korter is. Maar goed, jullie hebben de grootste basis gezien. En we zijn weer lekker een stapje verder met deze creatie. Voor nu bedankt en heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei!